Hey allemaal, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe tag. Het is natuurlijk al een tijdje geleden dat ik een tag gedaan had op YouTube. De laatste was de 50 vragen tag. En ik ga vandaag de 15 rare vragen tag doen. Dit zijn 15 rare vragen over mezelf en over iets anders. En dit is natuurlijk ook iets dat jullie mij een beetje beter kunnen leren kennen. Ik bedoel, jullie kennen mij natuurlijk wel gewoon van YouTube en alles, maar niet van allemaal andere dingen en zo. Dus ik dacht, dat leek me wel eens een keer leuk om weer zo'n tag te doen. Dus laten we maar gaan naar de eerste rare vraag. Nou ja, ik weet niet of je dit gelijk een rare vraag kan noemen, maar de vraag is: wat is de bijnaam die jouw familie je vaak geeft? De bijnaam die mijn familie mij vaak geeft is: mijn oma noemt mij altijd Fanny. En vroeger, dus van Giovanni zeg maar, Fanny, en dan met een F. En mijn zus die noemde mij vroeger altijd Pipi en ik noemde haar altijd Mimi. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar dat waren zeg maar onze koosnaampjes van toen. En normaal word ik eigenlijk door iedereen zeg maar gewoon Gio genoemd. En mijn naam is natuurlijk echt Giovanni. Mijn volledige naam is Giovanni Marlo Louis Latoy. En als je wil weten waarom ik die naam heb, dat is een lang verhaal. Maar laten we maar doorgaan naar de tweede vraag. Vraag 2 is: wat is een raar trekje van jezelf? Want een raar trekje van mezelf is dat als ik naar iets zit te kijken of iets, dan ga ik heel vaak mijn lip tegen mijn neus aandrukken. En dan zit ik zo. Ik had trouwens net ook, ik was even mijn opname aan het plannen zeg maar allemaal. En toen zat ik naar mijn computer te kijken. Ik zat een stukje even in beeld laten zien. En toen zag ik ook al dat ik zo mijn lip tegen mijn neus aan ging drukken. Ik weet niet wat het is. Het is gewoon iets wat ik automatisch doe. En ja, ik weet niet waar het vandaan komt. Maar laten we maar doorgaan naar vraag 3. Vraag 3 is, heb je een paar rare angsten? Nou, ik weet niet of het een paar rare angsten zijn. Maar ik ben in ieder geval heel erg bang voor haaien. Ik heb echt een hekel aan haaien. En ik zou ook echt totaal niet willen dat ik opgegeten word door een haai of zo. En dat is echt een angst als ik bijvoorbeeld op een boot zit. Of zou komen te zitten en dat hij dan, ja, dat we het water moeten springen. Want ik heb het ook echt totaal niet op vissen. Dat zei ik ook in de video toen met mijn moeder, die Q&A. Ja, ik weet niet, ik heb er gewoon echt een afkeer van. En ik kan het gewoon niet tegen die grote vissen. Ik bedoel, ik ben niet klein van die kleine vissen, maar die grote vissen. Daar ben ik echt bang voor gewoon. Tweede waar ik bang voor ben, is messen. Ik ben niet echt bang voor messen dat ik het zelf vast moet houden. Maar ook gewoon messen en snijwonden, dat vind ik echt gewoon helemaal niks. Vraag 4. Wat is een liedje waar je vaak graag naar luistert als je alleen bent? Als ik alleen ben, luister ik vaak naar wat zachtere nummers. En niet echt van die boom boom nummers, zoals oudere mensen het noemen. Het zijn ja wat zachtere nummers. Een beetje met een vrouwelijke stem die dan rustig zingt en zo. En ik bedoel, ik heb zelf ook geen hekel aan One Direction of Amnesia. Ja, 5SOS bedoel ik. Dat vind ik niet echt heel geweldig. Maar One Direction heb ik niet echt een hekel aan. Ik bedoel, sommige liedjes van hun zijn best leuk. Maar het is niet dat ik dat hele dag zit te luisteren. En Ariana Grande. Ja, ik schaam me totaal niet voor dat ik Ariana Grande luister. Het zullen er vast wel meer van jullie zijn. En haar liedjes draai ik ook best wel vaak als ik alleen ben. Vraag 5 is: waaraan kan je je erg hard aan irriteren? Waar ik me echt aan irriteer is als je al na heel veel keren hebt gezegd van stop nou eens met dat ze toch blijven doorgaan. Weet ik, van met irritante kleine dingetjes, weet je wel. Echt, ik weet echt van wat je irriteert. Of bijvoorbeeld, ja, vroeger kon ik ook niet tegen mijn verlies, nu kan ik dat wel. En dat irriteerde me natuurlijk vroeger ook altijd. Maar gewoon van die onrechtvaardige dingen, daar kan ik echt niet tegen. Daar kan ik gewoon echt niet tegen. En die stomme, ja, kleine pestvormpjes. Vraag 6 is: wat doe je als je zenuwachtig bent? Als ik zenuwachtig ben, is dan ga ik zeg maar altijd heel erg met mijn been zo zitten trillen. Of ik ga niet nagels bijten, maar ik ga zeg maar de hele tijd eraan zitten. En wat ik vroeger altijd deed was dit. Daar ben ik nu van af, maar dat deed ik vroeger altijd. Ik weet niet, ik was ook een van de enigen die zeg maar met zijn handen scheten kon laten. Normaal doe je het altijd zo, weet ik van. Maar dat deed ik altijd als ik nerveus was, ging ik altijd zo zitten en zo van... Ja, allemaal van die rare dingen, dat is. Laten we doorgaan naar de volgende vraag. Vraag nummer 7 is, aan welke kant van het bed slaap je? Ik heb een eenpersoonsbed, maar ik slaap meestal altijd wat meer naar de rechterkant. En dat is omdat mijn dak schuin loopt. Ik zal het eventjes laten zien. Ja, je ziet het hier dus. Ja, en dan ga je dus automatisch wat meer naar de rechterkant liggen. Vraag nummer 8 is, wat was je eerste huisdier en wat was zijn naam? Mijn eerste huisdier, toen ik heel klein was, 4 of zo, 3, toen dat was een papegaai. En... zijn naam was Rocky, maar die heeft mijn ouders weggedaan omdat hij in mijn vinger ging bijten. En hij scheet de hele muur onder en alles. En ja, die is toen weggedaan. Maar papegaaien leven heel lang, dus dat beest leeft nog wel. Dus als ik ooit nog misschien een keer zou willen opzoeken, of mijn vader die hem nog een keer zou willen opzoeken, dan zou ik dat kunnen doen. Vraag nummer 9. Wat is het drankje wat je altijd bestelt bij Starbucks? Om eerlijk te zijn, ik ben nog maar 1 keer in mijn leven naar Starbucks geweest. En ik dacht altijd van, nee, ze gaan je naam niet verkeerd opschrijven.
En wat deden ze? Ze schreven mijn naam als Geovani of zo. Als ik nog een foto heb daarvan, ik zal het laten zien. Maar wat ik toen besteld had, was een warme chocomel. En dus niet gewoon een koffie bij de Starbucks, maar ik nam gewoon lekker droog een warme chocomel. Vraag 10 is, wat is de beautyregel die je altijd probeert bij te houden, maar wat je nooit lukt? Ja, ik zou het niet weten. Ik ben een jongen en ik hou me daar niet zo erg mee bezig. Ik ben wel ijdel, maar ja, ik zou het echt niet weten. Vraag 11 is, naar welke kant douche je? Dat is eigenlijk gewoon 360 graden. Ik ben de hele tijd rondjes aan het draaien, omdat ik moet de shampoo pakken. Dan draai ik me weer om, want ik heb zo zeg maar, als ik mijn ogen dicht doe en ik kijk weer naar de douche, naar het glas zeg maar, dan is het zo van, oké, er staat niemand voor me, er staat niemand voor me, er staat geen geest, er staat geen geest. Dat is van een film. Wat ik altijd al in mijn hoofd heb zitten, ik weet niet of ik daar de enige in ben, zelf was niet. Dus dan doe ik snel weer mijn ogen open en dan, er staat niemand. En dan ja, draai ik me weer om, weet ik, van, dan pak ik weer andere shampoo. Of, ja, ik was niet 23 keer mijn haar op in de douche, maar ja, zoiets. Ik draai gewoon alle kantjes op. Vraag 12 is, heb je rare dingen die je kan doen met je lichaam? Mijn duim kan ik heel ver naar achter doen. Ik weet niet of dat nu nog steeds kan, maar dat kon ik altijd. Ja, dat doet pijn. En ja, ik kan natuurlijk dit. Dat is ook niet iets wat iedereen kan. En ik kan mijn oren bewegen. Kijk. Ik weet niet of je dat zo goed kan zien. Maar ik kan mijn oren dus ook bewegen. Vraag nummer 13 is, wat is eten wat je graag altijd zou willen eten, maar wat echt slecht voor je is? Dat zijn Oreo's. Ik bedoel, er zit heel veel chocola in en dat is niet al te goed voor je. En ook niet al te goed voor je huid. Maar ik zou het graag altijd willen eten, maar daarom doe ik het natuurlijk maar niet. Want ja, dat zou slechte dingen uitbrengen op mij, denk ik. Vraag nummer 14 is, wat is een stopwoordje wat je vaak gebruikt of wat je vaak aan het eind van een zin gebruikt? Nou ja, ik zeg best wel vaak, nou ja, ik zei het nu weer. Dat bedoel ik. En ik heb ook zo vaak een stopwoordje dat ik zeg van weet je. Maar dat is gewoon automatisch zeg maar. En dat, ik zeg het niet heel vaak, maar ja, ik zeg ook niet echt iets anders heel vaak. Dus ja, ik zou het echt niet weten wat ik dan zeg maar vaak zeg aan het eind van een zin. Nou, de laatste vraag, vraag 15 is, tijd om te gaan slapen. Nee. Nee. En wat draag je vandaag? Nou, wat ik vandaag draag is dus dit. Ik draag dit, zo'n nieuwe trui hier, zo die heb ik gekocht. En ik weet niet of ze dit ook bedoelen met dragen, een horloge. En een broek die dus helemaal onder zit met spetters van de regen. Want ik haat regen. En ik draag deze mooie gekleurde bruine sokken. En dat is wat ik... Ja, ik draag ook een onderbroek voor de mensen die dachten van, je onderbroek dan. Maar dat is dus wat ik draag vandaag. En ik bedank jullie voor het kijken naar deze tag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe natuurlijk nog even dat blauwe duimpje omhoog voor deze tag. Willen jullie nou dat ik vaker tags doe of wat dan ook? Laat het dan achter in de comments. En ik zeg later.